FC Lisse in het geel won de laatste twee duels van de Rijnsburgse boys en de treffers. Maar als het niet op het eigen terspekken speelt, dan is het zichzelf niet. IJsselmeervogels in de beginfase, daar is Markiet. En dat is 1-0 voor de thuisploeg. De verdediger, de oud-verdediger van FC Utrecht, scoort Pardoes twee keer in de laatste drie duels. En wat staat hij vrij? Vogelvrij. Lisse bleek toch een vechtmachine de laatste weken, maar die machine zijn ze op de Westmaat vergeten aan te zetten. Kans voor Justiana. Redding van de Werf. En zo meer vogels kan natuurlijk freewheelend naar het einde van de competitie. Daar is Van der Laar. En 2-0. Wat gaat dat dan makkelijk voor de thuisploeg. De paas is uitstekend en Van der Laar, tegenwoordig met haarband, doet dit natuurlijk goed af. En daar al de frustratie bij de keeper van Lisse. Carmelia. Een duel met Buis. En daar een vertreding van het teamgenoot van Buis. Dat ziet er niet goed uit voor deze arme Buis. Kijk maar. Er moet gewisseld worden. 2-0 is de ruststand op de Westmaat. Dan moet Lisse toch een keer komen. Duimer zoekt positie. Daar, goede kopbal. Maar prima redding ook van Schaap. Terug van de blessure. En direct belangrijk voor IJsselmeervogels als daar op de achtergrond bij Lisse weer iemand geblesseerd raakt. Het zit niet mee. Dit keer Tarani. Ook hij moet eraf. IJsselmeervogels. Dan nog een keer. Hier ineens voor de voeten van Leijenhorst. En bijna de genadeklap voor Lisse. Osturk. Bij Lisse gaan ze steeds harder voetballen. Daar Van der Werf. En kijk dan wat hij hier doet. Waarom zou je in hemelsnaam die bal in de dugout van IJsselmeervogels knallen? Wat een rare actie van die keeper van Lisse. Dat levert een paar gele kaarten op. Onder andere voor deze spits, Olijveld en voor hem. Maar doelpunten zien we niet meer op de Westmaat. IJsselmeervogels wint. En Lisse is nog lang niet uit de zorgen.